Het is niet alleen leuk en leerzaam voor kinderen, ook BN'ers zijn er flink druk mee. Die lijken onder haverklap een kinderboek uit de pen te schudden. Ja. Het mooiste vind ik dat het leventje wat ik met Dunja heb geleefd nu voor altijd verbonden is in een boekje. En dat kindjes dit nu kennen. Het is echt heel veel werk, maar het is wel heel rewarding als je dit dan weer ziet. En al die blije kopjes van die kindjes. Je ziet vooral dat BN'ers zijn die zelf kinderen hebben. Dus die lezen hun kinderen veel voor. En denken, nou, dat wil ik ook wel eens proberen. Het heet Dierenprep met Nicolette. En het zijn allemaal korte versjes over het leven op de boerderij. Het is fijn voor een uitgeverij, omdat BN'ers een heel groot publiek kunnen bereiken. Door middel van tv-optredens en radio. En ze hebben veel volgers op social media. Sloddervos. En Sloddervos is een boek voor kids van 8 tot 12. De titel van het boek is Dierendorpje in rep en roer. BN'ers zelf of hun management benadert een uitgeverij. Maar het komt ook voor dat uitgeverijen BN'ers benaderen. Neem een voorbeeld. Een BN'er als André Kuipers, de astronaut. Wil je een boek over de ruimte hebben? Dan is het een logische gedachte dat je André Kuipers daarvoor benadert. Ik hoop dat jullie allemaal ook gaan genieten van dit prachtige boek. BN'ers worden niet rijk van het schrijven van een kinderboek. Het is heel moeilijk om je geld te verdienen met kinderboeken. Maar hun bijdrage aan het vergroten van het leesplezier van kinderen en misschien wel hun eigen kinderen is natuurlijk ook heel belangrijk. Kinderen sliepen slecht in en daar heb je zelf ook last van. Dus ik dacht, ik moet iets moois verzinnen waar ik ze wel in slaap kan krijgen. En dat is gelukt. Dacht ik, nou, als het bij mijn eigen kinderen lukt, ga ik het proberen om bij mijn andere kinderen te proberen. Het is bij hem wel heel goed gelukt. Ja, dat zijn echt bestsellers geworden. En dat is het grote verschil met heel veel collega's. Want veel mensen voelen zich geroepen om een kinderboek te schrijven. Waarom dat nou is? Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Een echt boek is zo'n 70.000 woorden. Dat is echt even tikken. En een kinderboekje, waarmee niet gezegd is dat het makkelijker is. Hoor. Maar je moet wel kort en bondig schrijven. En het is natuurlijk ook een hele grote markt. Want ja, er zijn 1 miljoen kinderen ongeveer in Nederland. Die zijn jarig en dan krijgen ze 6, 7 cadeautjes. Dus dat zijn al 7 potentiële. En dan wil je er ook een boek bij doen? Ja, nou ja, daarom. En dat is met kerst en met Sinterklaas ook nog een keer. Dus het is een enorme markt. Maar ja, het grote verschil tussen de een en de ander is... je moet net die prikkelende titel hebben. Net dat ene succes hebben. En ja, die boeken van Annie M. G. Schmid... die gaan natuurlijk al 50 jaar mee, generaties lang. En ja, daar hebben de erven echt wel heel veel geld mee verdiend. Maar het is natuurlijk ook echt heel moeilijk. Het is heel moeilijk om de goede toon te onderscheiden. En met Dinant Woestel bijvoorbeeld, die lukt het ook goed... Die heeft natuurlijk zelf aan het schrijven geslagen. En die staat nu op de 6e plek in de top 60. Dus ja, ook die hebben wel succes. Nou, wat denk je van Woezel en Pip? Hallo. Dat is een enorme handel. Ja. En daar komt dan ook nog die merchandise bij. Die knuffels en die dingen. En daar wordt heel veel geld aan verdiend. Hoe heet die van de Gorgels? Heb ik ooit begrepen dat hij... Toen hij begon Jochem met schrijven, Meijer. Juist niet, Jochem Meijer, dat hij juist niet wilde. Ja, die opzet is niet helemaal gelukt. Hij stuurde toen zijn manuscript naar een bekende kinderboekenuitgeefster. En die herkende onmiddellijk zijn stijl. Die kwam ook uit Leiden en die kenden elkaar al. En die dacht, ja, dit is gewoon Jochem. Ik vond het zo leuk dat hij dat anoniem had geprobeerd ja, te doen. Ja, maar het heeft het wel op waarde weten te schatten. Want het is wel het grote succes geworden waar hij op gehoopt had. Maar wat hij op eigen houtje wilde bereiken... zonder eigenlijk als de cabaretier Jochem Meijer een naam te maken. Dus maar hij was iets te veel Jochem. Ja. En dat zijn 3 delen van inmiddels. En dat wordt een hele lange serie. Leuk.